Hallo en welkom bij deze korte video waarin we de Tuintools TT4518P gaan uitpakken en u laten zien hoe je deze benzineketingzaag voor het eerst in gebruik neemt. U vindt de volgende zaken in de doos bij het uitpakken. In de doos vindt u een handige toolkit, instructieboekje, het zaagblad, zaagketting, veldtanden, de zijkap van de machine, de beschermkap voor het kettinggedeelte is even buiten beeld en het motorgedeelte tot slot. De kettingzaag opbouwen is niet moeilijk en is dan ook vrij snel gebeurd. U begint met de montage van de veldtanden. Bevestig de veldtand met de bijgeleverde schroeven en draai deze stevig vast. Dan volgt de montage van de zaagketting en het zaagblad. Leg de zaagketting over de aandrijfas heen. Zorg dat de ketting goed in het aandrijftandwiel valt. Draai daarvoor aan het aandrijfgedeelte. U voelt vanzelf wanneer deze twee goed in elkaar grijpen. Steek de sleuf van het zaagblad over de twee bouten heen en onder het aandrijftandwiel door. De ketting geleidt u nu vanaf de punt van het zaagblad naar beneden, tot deze rondom in de geleider van het zaagblad ligt. Let op! De punten van de zaagbeiteltjes op de ketting moeten naar voren wijzen. U kunt nu de zijkap monteren. Dit nokje moet daarbij in deze opening vallen. Leg het kapje neer en draai met de schroevendraaier tot het nokje precies boven de opening zit. Nog een klein stukje. En dan kunt u het kapje naar beneden drukken en hoort u dat alles op zijn plaats valt. Houd het kapje naar beneden gedrukt terwijl u met de andere hand de moeren erop draait. Draai de beide moeren met de bijgeleverde sleutel vast, maar nog niet muurvast. De ketting moet namelijk nog op de juiste spanning worden ingesteld. Dit is veel te slap. Draai met de schroevendraaier de ketting op spanning. Houd daarbij de punt van het zaagblad met de andere hand omhoog. Dit is de juiste afstand en kettingspanning. Houd de punt van het zaagblad nog steeds even vast en draai nu de moeren stevig aan. Dan gaan we de machine nu vullen met olie en brandstof. Gebruik voor de brandstof bij voorkeur 2-takt alkylaatbenzine. Een belangrijk en dringend advies. In het instructieboekje leest u er meer over. Draai nu de vuldop weer goed vast. Vervolgens vult u het oliereservoir tot aan de rand. Gebruik speciale kettingolie van goede kwaliteit. Gebruik zeker geen gewone motorolie, want dat is echt heel slecht voor de machine. Dat was het, de kettingzaag zit nu in elkaar. En u kunt nu de machine voor het eerst gaan starten. Daar hebben we al eerder een film over gemaakt en daar kunt u nu naar gaan kijken. Een koude start begint u met 3 maal benzine inpompen. Trek de choke uit en zet de schakelaar op aan. U zet hem veiligheidshalve op de rem en trek vervolgens licht aan het startkoord. De motor slaat nu maar heel even aan. Dat hoort zo. U duwt de choke nu terug en start de motorzaag vervolgens opnieuw. Rem eraf en zagen maar. Bij een warme start zet u de schakelaar op aan. Zet de rem erop en rustig aan het startkoord trekken. De motor zal dan direct aanspringen. Rem eraf en aan de slag. Tuintools.nl. Het adres voor al uw tuingereedschappen.